Studio Hilversum. Hier is Hilversum, de NCRV. Goedenavond, geachte luisteraars, hier is Hilversum, de VPRO, de Vrijzinnig Protestantse Radio. Ze staan op de bres en de kroo is paraat. Hallo, hier Hilversum, hier is de VARA, hier is de omroep van het vrije woord. Met deze woorden, dames en heren, verklaar ik de AVRO Studios voor geopend. Een nostalgische wandeling langs de Hilversumse studio's, uitgestippeld door Co. Snel. We gaan met z'n allen de kermis op. Daar kan zo van alles gebeuren. Van je tjingeleboem en de wereld op zijn kop en de meiden die lopen te geuren. En pas als je niet meer overeind kunt staan, dan is het tijd om naar huis toe te gaan. Dan kijken ze je aan. Zeg, waar kom jij vandaan? En dan zeg je, tja, ik heb kermis gevierd en langs de baan gezwierd. Ik heb gezwaaid toen de fanfare voorbij kwam. Ik heb een nummertje gegleden van boven naar beneden en heel wat afgevreden als het zo uitkwam. Ik heb mensen zien dringen voor heel malle dingen. Ik heb van alles gedronken, zoals je dat doet. Ik heb dikwijls gedacht, ik had er meer van verwacht. Maar alles bij elkaar was het jovel even goed. In de poffertjeskraam pik je een vorkie mee en de kop van Jut doet je hijgen. Je voelt je zo thuis als een zeeman op zee. Je kunt niet genoeg van er krijgen. En als je denkt dat het eindloos zo door kan gaan, zie je ineens je familie aan je hoofdkussen staan. Ze kijken met iets van verwachting je aan. En dan zeg je, tja, ik heb kermis gevierd en langs de baan gezwierd. Ik heb gezwaaid toen de fanfare voorbij kwam. De kuil wordt gedicht en je oom staat erbij in de lui zakdoek te snuiten. En jij staat nog eens voor het laatst in de rij, boven aan de hemelpoort buiten. Dan komt er een man met een sleutelbos aan, die loopt langs de rij en bij jou blijft hij staan. Dan vraagt hij, wat heb jij beneden gedaan? En dan zeg je, ja, ik heb kermis gevierd. Nou ja, een beetje langs de baan gezwierd en wat gezwaaid toen de fanfare voorbij kwam. Oh ja, ik heb ook nog een nummertje gegleden van boven naar beneden. En heel wat afgevreden als het zo uitkwam. Ik heb mensen zien knokken om heel kleine brokken. Ik heb veel horen liegen, het schijnt dat dat moet. Ik heb dikwijls gedacht, ik had er meer van verwacht. Maar alles bij elkaar was het jovel even goed. Het kermislied. Tekst Arnie M. G. Schmid. Muziek pianist Cor Lemaire. Die begeleidde ook Wim Ibo. Jan Blok gitaar in 1960 op de LP Cabaret van Kikkerland. Het lied komt uit de periode van het journalistencabaret De Inktvis, voortgekomen uit het blad Het Parool tussen 1947 en 1953. Goeiedag, Studio Hilversum. 10 april 2018, de 100ste geboortedag van programmamaker, schrijver, producent en vooral cabaret-historicus Wim Ibo. Hij wilde gevierd cabaretier worden, maar dat liep anders. Geboren op 10 april 1918 in Arnhem als Johan Willem Ibo, als jongen wilde hij al de artiest worden, met zijn zusje en broertje zong hij liedjes tussen de schuifdeuren. Later richtte hij met HBS-vrienden het cabaretgezelschap The Merry Young Five op. Wim werd ambtenaar op het postkantoor in Amstelveen en is dat tot 1942 gebleven.
Wim Kan vond dat Ibo een aardige zangstem had, maar zag toch niet zoveel in hem. Kan wilde dat niet zo plomp verloren zeggen. Raadde Wim Ibo aan om eerst zijn school af te maken. Hij was een groot fan van actrice Fiende Lamar, een vrouw die volgens Wim op de enige juiste manier invulling gaf aan het cabaret, zoals de Fransen dat hadden bedoeld. Wim haalde haar over om hem in haar gezelschap op te laten treden. Dat deed hij door een imitatie van haar ten beste te geven, compleet met zwarte altstem, zware altstem, en mysterieuze oogopslag. Wel aardig om Fiende Lamar even te laten horen tijdens een filmopname in 1934. Mevrouw Lamar, kunnen we die scène draaien? Ja. Licht. Klaar? Meneer Beuker, bent u klaar? Ja. Meneer Nijzog? Ja. Meneer Tak? Ja. Beeldcamera klaar? Ja, ik ben klaar. Geluidscamera klaar? Stilte. Opname. Camera. Camera loopt. Nationaal film, Hollands Hollywood. Muziek van Bukke, tekst Jacques van Tol. Scène 1, geluid 1. Wat niemand durft te dromen, is eindelijk gekomen. De filmartiesten stromen. Naar Duivendrecht met spoed, waar kool en kropslag groeien en madeliefjes bloeien. Zie je de lampen gloeien van ons Hollands Hollywood. Fien de Lamar, de naam Tak doet denken aan Max Tak. Fien de Lamar's lijflied was Ik wil gelukkig zijn, maar dat was ze niet echt. Paaszondag 18 april 1965 sprong ze uit het raam, 2 hoog van haar woning in de Amsterdamse Beethovenstraat. Overleefde de val en zei waarom ze dat had gedaan, daar antwoordde zij op om alles. Maar 4 dagen later overleed ze op 67-jarige leeftijd. Terug naar het verhaal van Wim Ibo. Op 7 november 1937 zong Wim vrijgezellenlied en vakantie in het VARA-programma tussen 7 en 8... Nog voor zijn deelname in dat jaar aan het eveneens VARA-programma Amateurs zetten hun beste beentje voor. De voorzitter van de jury zei, u hoort nog wel van ons. Maar Hospa-regisseur Esther Vries junior zei, maakt u uw liedjes zelf? Wim knikte. Belt u me maar eens, zei Esther Vries junior. Op vrijdag 5 mei 1939 kreeg Wim Ibo zijn eerste eigen uitzending. Kleine gedachten in woord en muziek. De Tweede Wereldoorlog brak uit. De radioomroepen werd het zwijgen opgelegd en artiesten kregen te maken met het verschijnsel de Cultuurkamer, opgericht op 25 november 1941. Voor de plechtige openingszitting in de Haagse stad Schouwburg worden aan de Rijkscommissaris, Rijksminister Dr. Zeiss Inquart, door de president van de Cultuurkamer, professor Goedewagen, de nieuw benoemde gildeleiders voorgesteld. In zijn antwoord herinnert de Rijkscommissaris aan het woord van den Führer: geen volk leeft langer dan de documenten van zijn cultuur. Hij zeide verder: de hoogste waarden van een volk liggen niet in zijn handelsverdragen en zijn kanonnen, maar in zijn culturele scheppingen. Dus toen kwam dat bericht dat je moest melden. En ik vind het wel goed om dat nog even aan te snijden, omdat ik regelmatig constateer, ook nog in deze jaren, dat met name journalisten dat is roepen dat wij amusementsartiesten allemaal lid zijn geweest van de Cultuurkamer. En dat is niet waar. Dat was alleen maar een aanmeldingsplicht. Hier, Nederlandse Cultuurkamer, bewijs van aanmelding. En ik heb dat destijds ervaren als een soort werkvergunning. Hè? We hadden allemaal in Nederland een persoonsbewijs nodig, anders kon je niet leven. Je had een stamkaart nodig, anders kon je niet eten. En dit had je in mijn vak nodig om te kunnen werken. Wim Ibo, 22 augustus 1942, de Nederlandse omroep
opgenomen in Studio D in Hilversum. Zonnige en zorgeloze zomerklanken. Wij vragen uw aandacht voor een gevarieerd zaterdagavondprogramma met zonnige zang, muziek en poëzie. Uitgevoerd door Theo Uden Masman en zijn dansorkest, Johan Jong Orgel, Dora Schramma en Lex Karsemeijer, Jannie van Ogen en Jan Lemaire, Willem Hespes Kinderkoor. En John's Hawaiian Ensemble. Luisteraars, we gaan in zee met zonnige en zorgeloze zomerklanken, samengesteld en aangekondigd door de zingende omroeper. Hier Nederlandse omroep op Hilversum 1. Goedenavond allemaal, we beginnen meteen. Ik heb een programma voor u samengesteld. Dat ons iets van de zon en de zomer vertelt. Al bracht deze zomer niet veel zonneschijn, u moet daar vooral niet ontmoedigd door zijn. We hebben nog altijd een mooi ideaal. De zon gaat weer schijnen voor ons allemaal. Verder gaat het dan niet. Niet helemaal bewaard gebleven. Wim Ibo als zingende omroeper. Theo Uden Masman en zijn dansorkest. Want de naam De Ramblers mocht niet meer. 25 december 1942 het radioprogramma Winterpopperie. Opgenomen in Studio A in Hilversum. Wim Ibo en Rie Helmich met begeleiding van het amusementsorkest. Onder leiding van Marinus van het Woud. Aan het orgel Pierre Palla. Ibo schreef tekst en muziek. Achter het zwarte papier. We hebben de ramen en deuren verduisterd. Dat rekent nu immers elk een tot zijn plicht. Maar achter het zwart van die huiskamerramen kwam toch als vanouds nog een gezellige licht. De sfeer van het gezin is dezelfde gebleven. Bij het lamplicht op moeder geduldig een sok. De ketel fluit zachtjes een huiselijk deuntje. Als nergens klinkt thuis nog het tikken van klok. De radio speelt nog en op het vaccintje rut op de koffie een surrogaatlied. Maar echtheid van sfeer heeft het huis niet verloren. Al zie je dat dan aan de buitenkant niet. Achter
het zwarte papier. Achter rollend sluitgordijn ligt nog onze huiselijkheid. Kan het toch gezellig zijn? Achter het zwarte papier dat het lamplicht binnenhoudt. In de warmte van ons eigen tijd is gezellig en vertrouwd. Ons straat is het donker, geen mens komt naar buiten. We kaarten en schaken of lezen niet voor. Kortom, ieder brengt menige winterse avond op zijn eigen manier in de huiskamer door. Ja, laat ons eens zien door een gaatje of kiertje van het zwarte papier dat de ramen bedekt. Of men soms in het huiselijk leven daarbinnen het radioprogramma van vanavond betrekt. Het toestel staat aan, het gezin zit te wachten. Waar blijft de muziek? Ons orkest is al hier. Als het buiten maar donker en huiverig wezen, wij komen bij u, achter het zwarte papier. Achter het zwarte papier, achter rollend sluitgordijn, leeft nog onze huiselijkheid. Kan het toch gezellig zijn? Achter het zwarte papier, dat het lamplicht binnenhoudt. In de warmte van ons eigen tijd is gezellig en vertrouwd. Als er iemand duidelijk zong, dan was dat Rihelmich wel, samen met Wim Ibo. Niet alleen afscheid van het licht, ook afscheid van de fiets. Wim in het radioprogramma Tussen de Bedrijven Door, ook via de Nederlandse Omroep op 26 februari 1943. De oorspronkelijke tekst is van Koos Speenhof. Wim bewerkte deze. Aan de vleugel zit Cas Rus. Maar er is er heel veel in de wereld waarvan je kunt houden. Je kunt houden van je meisje. Je kunt houden van je vrouw, van je kind, van je hond. Je kunt houden van bruine suiker op je brood. Je kunt houden van je fiets. Ja, dat lijkt u misschien gek, van je fiets, maar toch is het zo. Als je die fiets moet dan gaan verlaten omdat zijn banden kapot zijn, dan voel je pas wat je gaat missen. En daarom heb ik hem toen een afscheidsode toegezongen in de stijl en op de melodie van een heel bekend lied. En daarom vraag ik hem nu aandacht voor afscheid. Van een fiets. Dag ouwe fiets, ik moet je gaan verlaten, want in je banden zitten grote gaten. Ik vroeg twee nieuwe, maar ze zeiden nee. Dus kameraad, je kunt nou niet meer mee. 'S Nachts zul je nog de zolder om het treuren. Het is beroerd, maar ach, het moest gebeuren. Dag ouwe fiets, ik blijf je eeuwig trouw. Voorlopig gaan we allebei maar in de rouw. Zeg ouwe fiets, voor ik je ga verlaten, wil ik nog graag eens even met je praten. Je was voor mij zo'n goede kameraad. Dag in dag uit en vaak van vroeg tot laat. Omdat je steeds het beste hebt gegeven, was je voor mij een stukje van mijn leven. Als jij vertelt, komt er heel wat aan het licht. Je weet zoveel van mij, dus hou je mond maar dicht. Ik zal je elke maand trouw op gaan zoeken. Dan zal ik stiekem in mijn eigen vloeken. Want ik had centen voor je opgespaard. Maar zonder banden zijn ze niks meer waard. Dus ik verdrink die opgespaarde spier. Geen donder kan me dan meer schelen, zie je. Want als ik jou zo werkeloos zie staan, wend ik finaal de hele wereld naar de maan. En nu de moraal van het lied. Maar potverdriet, ik moet niet treurig wezen. We zullen eens weer door de straten racen.
We zullen eens weer zonder zorgen zijn. Als jij weer vrij bent in de zonneschijn. Dan rijden wij, en dat kan ik je beloven. De hele boel stupiet ondersteboven. Dan trap ik alle narigheid eruit. Dan gaan we samen in het leven weer vooruit. Afscheid van zijn fiets, Wim Ibo. Hier heeft hij het over de hongerwinter 1944. Wij hadden nota bene in de hongerwinter een cabaret onder leiding van C. Slasseur in het Leidsepleintheater en dat heette De Koplamp. Waarom heette dat De Koplamp? Wel, er was geen verwarming, er was geen elektriciteit. En C. Slasseur had voor elkaar gekregen dat hij op het balkon een aantal koplampen had geplaatst. Waarvan dus de accu af en toe moest worden bijgeladen. En daar hadden we bij een sketch, die heette Eindelijk Alleen. Ik zal het snel even, zal ik de inhoud vermelden. Er stond daar drie delen. Je ziet een echtpaar, dan komt de huisvriend op bezoek. De echtgenoot verlaat het vertrek en de vrouw en minnaar zeggen tegen elkaar eindelijk alleen, doek. Tweede scène, je ziet haar en die vriend samen. Dan komt die man weer terug en er ontstaat weer een enorme ruzie. En die vriend vertrekt en de twee echtgenoten zeggen tegen elkaar eindelijk alleen. Dan komt de derde scène met z'n drieën. Werd gedaan door Eric Couchet, Kees Brussen en Jack Grimberg. Een enorme ruzie. En dan staat zij op en zegt, ik heb genoeg van jullie allebei. En ze pakt haar koffer en zegt, ik wil jullie nooit meer zien. En die kerels slaken een zucht, kijken elkaar aan en zeggen, eindelijk alleen. Daarvoor moest ik bij de SD komen. Want dat was een homoseksuele sketch. En hoe werd het ook weer omschreven? Volksgezondheid ondermijnende activiteiten werden er bedreven op het Leidseplein. Die koplamp die bracht mooie talenten voort, die we na de oorlog ook gingen horen en zien. Co van Dijk, Albert Mol, Lea Dorana en Willy van Hemert. Eindelijk, de oorlog was voorbij, de bevrijding. Op 1 augustus 1946 kwam Wim in vaste dienst van de VARA. Hij startte het zondagochtendprogramma Triangel met teksten van Marty Verdenius, Helle Haase, Willy van Hemert alweer en Gerrit Rakers. Wat vroeger wel vaker gebeurde, van de laatste uitzending werd een opname bewaard voor het archief. Na omroepster Joop Allema, omroeper Koen Serré. Triaal, ons driezijdig kleinkunstprogramma van 3 kwartier, zang, voordracht en muziek, bijeengebracht door Wim Ibo. ...1946-1953. Na 7 jaar zondagmorgenromantiek klinkt het lichte geluid van het triaalklokje vandaag voor de laatste keer door Nederlands Ether. Als het triangelklokje klinkt op zondagmorgen, zijn licht geluid door Nederlands Ether tot u zendt, dan wordt u uitgerust en vrij en zonder zorgen, bij koek en koffie door de radio verwend. Want de triangel brengt u om de 14 dagen een trilogie van zang en voordracht en muziek. En hoopt in 3 kwartier het zijne bij te dragen tot een beetje zondagmorgen romantiek. Uitgerust, vrij en zonder zorgen wordt u bij koek en koffie nog eenmaal verwend door enkele vertrouwde triangelisten van de afgelopen jaren. En Wim Ibo zucht. Je moet in het leven vaarwel leren zeggen, want alles wat mooi is, gaat eenmaal voorbij. Het afscheidsmotief laat zich altijd weer horen, ondanks ons verzet komt het steeds dichterbij. Wij willen niet luisteren totdat het gaat dwingen en dan overstemt het ons grootste geluk. Je moet in het leven vaarwel leren zeggen, want anders valt zelfs de herinnering stuk. In ieder voorjaar schuilt de herfst, want ieder bloeien is een ster. In alle vreugde schuilt verdriet, na alle rust komt weer een zwervend
Die wet is oud en ongeschreven, de cirkelgang van heel ons leven. Triangle. Naast Triangle was Wim intussen een ander radioprogramma begonnen bij de VARA op 28 februari 1947. De Camera Obscura. Radiocabaret met onder andere Joost Spiers, Ina Filippo, Lies de Wind, Martje Verdenius alweer en ook weer Willy van Hemert. In dit fragment Hetty Blok en Rijk de Gooier. Je kan waar het, de Camera Obscura. Fotograferen is ons ideaal. Hier kan waar het, de Camera Obscura. De foto's spreken Nederlandse taal. Hier kan waar het, de Camera Obscura. We kijken samen door de foto's heen. Een woord, een lied, een melodie, een licht. Een donkere fantasie. Een beeld van ons, een beeld van u, van iedereen. Hier is Wim Ibo's cabaret De Camera Obscura. Een serie foto's uit het dagelijks leven, genomen door de Amsterdamse fotograaf Kobus Rarekiek. Begrijp me goed, versta me wel, de zaak is deze. De mensen moesten niet zo zagrijnig wezen. Wanneer we af en toe eens lachen met elkaar, dan is het leven veel gezelliger. Ja! Mijn broeders en zusters, nu ik jullie allemaal met verblijde gezichten naar mij zien opkijken, dank u. Nou, moet ik denken aan de vergrijsde woorden van onze onvergetelijke dichter, Paulus Potter. Die zei, mulatuli. Dat betekent, ik heb het al bekeken. Ja. Want ik voel dat u allemaal uw guldentje hebt gehaald op bon 544. Niet waar? Ja, dit was een fijne geste van de regering. Laten we even wel wezen, niet? En, weet u al wat hij met die guldens gaat doen? Nee? Nou, wij gaan er een reisje van maken naar Parijs. We leggen er nog een patiënt erbij, die Kober van der Huis het geld heeft overgehouden. Ja, hoe gaat het, niet waar? Het is bij ons net als in alle andere gezinnen. Aan het eind van de week weet je gewoon niet wat je met de rest van je geld zal doen. Nee. En daarom naar Parijs, vooruit met de geit. Nou, met de geit, ik bedoel Kober dan hoor. Niet dat ze een geit is, wel nee. Nee, Kober gaat mee hoor. Het is een beetje door de zondagse goede goed heen, hè. En nou wil ik in de magazijnen van het Louvre een nieuw japonnetje met haar kopen. Het Louvre, u weet wel, dat grote warenhuis. Chic hoor, ja, heel chic. Ze hebben daar de laatste schreeuw dan, hè. Le dernier cri. Nou, schijnt er aan dat Louvre ook nog een museum verbonden te wezen, hè? Daar kan je bijvoorbeeld de Venus van Ibo zien. De Venus van Ibo, Kobus Rarekiek. Als jongetje werd ik zo wel genoemd, hoor. Camera Obscura dus. Met een beurs van het ministerie van OKNW maakte Wim Ibo na de bevrijding studiereizen door Europa en de Verenigde Staten. Zag daar wat radio- en televisiestations uit de zonde. Hij logeerde 3 maanden bij zijn familie in Bethesda in Maryland. Boordevol ideeën keerde Wim terug in Nederland. Hij had een hoorspel gehoord, gesponsord door een wasmiddelenfabrikant en heette daarom Soap. Dat was een hoorspel over de dagelijkse belevenissen van een familie, opgenomen met publiek. Wim legde het idee voor aan de VARA. Een hoorspel met publiek, dat is toch gewoon een bonte avond. Een familie die constant in liedjes uitbarst. Dat is ongeloofwaardig. Opname in Amsterdam? Onze studio's staan in Hilversum, hoor, meneer Ibo. Afgewezen dus. In 1951 bracht Ibo een tweede bezoek aan Amerika en ontdekte dat het hoorspel nog steeds werd uitgezonden. Wim durfde zijn revolutionaire voorstel wat krachtiger bij te zetten en ook te herhalen. Omroeper Arie van Nierop, toen hoofd van de afdeling Gesproken Woord, glimlachte en zei zuchtend:
Nou, vooruit, ga je gang dan maar. Ja, die Arie die zorgde in de tijd er ook voor dat Tijd voor Teenagers doorging. Want de lichte muziekafdeling vond het afschuwelijk en toen viel Tijd voor Teenagers onder gesproken woord. Arie wist het wel. We horen iets van de familie Doorsnee, 22 april 1957. Je zou zeggen, op een tweede zondag, een tweede Pasen, zou het niet doorgaan, maar toch wel hoor. In Holland staat een huis. In Holland staat een huis. In Holland staat een huis, ja, ja. In Holland staat een huis. In Holland staat een huis. In dat huis, daar woont een heer. Allemaal hartelijk welkom. En die heer, die kiest een vrouw. Daar is nou eenmaal niets aan te doen. En die vrouw, die kiest een kind. Ja, daar begon het mee. En dat kind, dat kiest een broer. Zeg, zijn dit de harde eitjes? In Holland staat een huis, ja, ja. Van je tjingela, tjingela, blom, sasa. In Holland staat een huis. In Holland staat een huis. Luisteraars, vandaag gaan we voor de laatste maal in dit seizoen op bezoek bij de familie Doorsnee. Het lot wil dat deze laatste maandag tweede paasdag is. En het doet ons plezier onze microfoon voorzichtig op te stellen tussen de eieren van het paasontbijt. Nou, dan heet ik jullie nu allemaal hartelijk welkom bij dit paasontbijt. Dora, ik ben blij dat ik je zie. Dank je, Theo. Weet jij nog hoe wij vroeger... Saan en Willem, het is prettig om jullie op deze mooie meimorgen aan het ontbijt te mogen treffen. Ja, maar het is nog wel april, hoor. Val me niet in de reden. Saan en Willem, welkom dus. Dank u wel, meneer Doorsnee. Nou, daar gaat hij dan. Ik heb een honger als een paard. En wat een gezellige tafel. En al die eieren. Ik hoop dat het jullie allemaal smaakt. Er is koffie en thee. Dit zijn de zachte eieren en dit zijn de harde eieren. Het enige jammeren is dat Lisbeth er niet bij is. Ja, maar er is nou helemaal niets aan te doen. Die twee zijn in de wittebroodsweken en die willen samen ontbijten. Het is prettig dat het zo goed gaat, dat huwelijk. Het gaat toch goed, hè? Oh, het is een ideaal huwelijk, hoor. Ja, na 14 dagen kan je dat echt wel constateren. Kees Brussen als Rob en de valse tante Door, dat was Vicarosse. Jovice junior, dat was Willem, Hetty Blok, zijn vrouw, Sjaan de huishoudster. Sophie Stijn was moeder Doorsnee en Cezla Seur, vader Doorsnee. Lia Dorana was Lisbeth, maar die was dus op huwelijksreis, kwam later wel in de uitzending. Er was even ruzie geweest om een zacht gekookt ei. Wim Ibo zingt de lied en vertelt over de familie Doorsnee. Dat in Holland staat, wordt na 6 jaar nu voorgoed door ons verlaten. Maar we zullen toch nog dikwijls willen praten over het huis dat in Holland staat. Ik was enkel de reporter, ik stond bovenop het huis, elke 14 dagen stil te spioneren. Soms liet ik me even glijden langs de waterafvoerbuis om de toestand van nabij te bestuderen. Vader, moeder, Robert, Lisbeth, onze Willem, onze Sjaan, al die vrienden in de maandagavonduren. Ja, we moeten ze voorgoed het huis uitsturen, maar we hopen dat het hen steeds goed zal gaan. En het huis dat in Holland staat, wordt na 6 jaar nu voorgoed door ons verlaten. Maar we zullen toch nog dikwijls willen praten over het huis dat in Holland staat. De familie Doorsnee was een cultus in ons land. Politieke tekenaars namen het gezin als uitgangspunt voor hun spotprenten.
Er kwam een familieziekte bij de andere omroepverenigingen. En talloze fabrikanten kwamen met verleidelijke voorstellen om de doorsneenaam als handelsmerk voor hun artikel te mogen gebruiken. In de loop van de jaren werden er talloze zwaarwichtige krantenartikelen geschreven. De familie Doorsnee en de kerk. De familie Doorsnee en de jeugd. De familie Doorsnee en de Papoea's. In het Vrije Volk werd een hoofdartikel gewijd aan het zo bedenkelijke verschijnsel dat de uitzendingen op maandagavond op vergaderingen werden beluisterd. Zijn wij wel op de goede weg? Dominees waren boos over de aangedane concurrentie als ze bij hun huisbezoek een half uur gedwongen werden te zwijgen. Dit beschouw ik als een beangstigend verval tot nihilisme, zei een ingezonden stuk. Ontstellend, verontrustend en verbijsterend, schreef een Amsterdams buurtblad, dat ouders hun kinderen laten luisteren, omdat deze anders de volgende dag op school niet over de laatste ontwikkelingen kunnen meepraten. Het in die dagen zo geruchtmakende bisschoppelijk mandement maakte de uitzondering dat er voor katholieken geen sancties zouden volgen op het beluisteren van het VARA-programma De Familie Doorsnee. Ja, ik ben het met u eens. Dit was een waarlijk nationaal programma. En toch moest de uitzending van deze familie in het nationaal programma op 31 januari 1955 vervallen. Uit het hele land kwamen protesten. De familie Doorsnee is blijkbaar niet saai genoeg en te weinig cliché voor een nationaal programma. Een spottend advertentieliedje van moeder Doorsnee werd door de reclamebureaus gekwalificeerd als denigerend de reclame ondermijnend. De Nederlandse vroedvrouwen eisten rehabilitatie toen Sjaans echtgenoot bij de geboorte van Willempie in zijn zenuwen en de dokter en de vroedvrouw liet komen. U hebt bij duizenden aanstaande moeders een angstcomplex gewekt, waarvan de psychologische gevolgen niet te schatten zijn. Deze platvloerse bevalling schaadt de vroedvrouwenstand. Het bestuur van een figuurzaagclub eiste van de Nederlandse ouders dat ze voor hun kinderen schriftelijk doorsneevrij af zouden vragen, omdat anders het rijk geschakeerde verenigingsleven op maandagavond in gevaar zou worden gebracht. Toen bij een kerstuitzending de te grote kerstboom niet door de deur van de doorsneehuiskamer naar binnen kon, schreeuwde een zedeprekende krant het heilige kerstfeest door het slijk gesleurd. Grote vrouwenorganisaties deden een aanval op vader Doorsnee toen hij het vergaderinggebabbel op zijn eigen manier over de hekel haalde. Ons werk wordt op die wijze onmogelijk gemaakt. Arme Annie Schmid. Ze werd er zelfs van beschuldigd een situatie in het leven te hebben geroepen die afbreuk doet aan de kerkelijke en maatschappelijke waarde van het huwelijk. Maar naast de boze waren er ook duizenden brave brieven. In de zomermaanden, wanneer het huis tijdelijk gesloten werd, solliciteerden vele woningzoekenden naar de lege kamers om tegelijkertijd de kat te verzorgen, zonder erbij te bedenken dat al die vertrekken maar van eter waren. Bij de geboorte van Willempie kreeg Sjaan een hele serie babysokjes toegestuurd, waarvan één paar was gebreid door een 70-jarige blinde vrouw uit Rotterdam. Bij het 25-jarig huwelijksfeest van vader en moeder waren er brieven met als PS verders een prettige dag gewenst. Trouwe luisteraars schreven droevige brieven toen Sjaan en Willem eens een flinke ruzie hadden. Zo droevig dat Annie Schmid het niet kon verdragen en ze maar gauw weer goed liet worden. Zo bepaalden de luisteraars vaak de gang van het verhaal. Het waren ook de luisteraars die de oorspronkelijke titel van het programma in Holland Stad en Huis wijzigden in De Familie Doorsnee. Waaraan denk jij als je even stilstaat bij je prille jeugd? Poppenhuis. Mm-hmm. En poesiealbum. Poesiealbum. Ieder meisje heeft het gehad toen ze klein was. Wees lief en onschuldig, wees vrolijk en blij en ziet ge in uw album, dan denk eens aan mij, Marietje. Wie was ook alweer Marietje? Ik lag in mijn tuintje en sliep. Toen kwam er een engel die riep, Siesje, je moet ontwaken om een versje voor Mientje te maken. Wie was Siesje, Mien? Wie was Siesje? Er bloeit een bloempje in het dauw, zo zacht, zo lief, zo hemelsblauw. Dat je toeroept in het verschiet, lieve kind, vergeet mij niet. Ri, ra, rasse, wat heb ik zitten krassen. Twee witte duifjes, met een gouden lintje.
weet me niet je zo blauw. Ik blijf je eeuwig trouw. Ik blijf je eeuwig trouw. Maar 20 jaar later, dan zeg je, hé, wie was toch ook weer André? 2 open oogjes, een hartje van goud, een zuiver geweten, zorg dat je het behoudt. Wie schrijft er in mijn poesiealbum? 2 witte duifjes met een gouden lintje, 2 buche rozen en voor altijd je vriendje. 2 vergeet-me-nietjes zo blauw. Ik hou zoveel van jou, ik hou zoveel van jou. Maar 20 jaar later, dan zeg je, hé, hey, wie was er ook weer die Gree? Wilt gij aller klippen mijden van de grote levenszee? Neem dan voor kaptein en stuurman deugd en liefde met u mee. Wie schrijft er in mijn poes? Later, dan zeg je, nou, dan blijft die eeuwige trouw. De familie Doorsnee, Cornemerle piano, Jan Blok gitaar, Poesiealbum. 21 april 1958 was de laatste uitzending van de familie Doorsnee. Er werd afscheid genomen. Nou gaat dat gezin, dat gaat uit elkaar. Waarom? Waarom, ja. We hebben het met ons verstand heel duidelijk vastgesteld, hè Annie. Maar ons gevoel, dat wil ergens niet mee, hè. En daarom is dit vanmiddag toch gewoon een beetje moeilijke middag. We kunnen er niks aan doen en ik moet u bekennen dat ik heel erg blij ben. Dat is gelukt bij het slot van de eerste opname, om dat liedje er een beetje behoorlijk uit te krijgen van dat huis dat in Holland staat. Ik vind het een van de mooiste liedjes die ik ooit heb mogen zingen. Dames en heren, lieve medewerkers allemaal, ik dank jullie ontzettend voor al die mooie cadeaus en voor al die lieve woorden. Het griezelige is dat ik vanmiddag op weg hierheen ineens zoveel leuke ideeën kreeg. Voor een volgende serie, zo is een volgend seizoen of zo. Van de familie Doorsnee misschien, dacht ik zo, hè. Maar ja, gunst al die cadeaus al binnen hebben. Nou, kan het natuurlijk niet meer. Nee, dat zou nou kinderachtig zijn, hè. Nou, te zeggen dank u wel en nou toch lekker weer doorgaan. Dat is natuurlijk niet zo erg netjes. En bovendien, ja, ik vraag me af, wie heeft eigenlijk gezegd dat dit de laatste is? Nou, ik weet het wel. Het is vader Doorsnee zelf die het gezegd heeft. Ik heb het hem heel duidelijk horen zeggen. Want vader Doorsnee was voor mij een man, een soort wazige man in mijn werkkamer. Die sprak en ik hoefde alleen maar op te schrijven wat hij zei. En zo was het ook bij de anderen. Dus eigenlijk wat ik in die 6 jaar gedaan heb, was precies wat u gedaan hebt. Namelijk geluisterd naar wat ze zeiden. Alleen schreef ik het even voor u op. Aldus Annie M. G. Smit. Maar ze was al lang weer bezig met iets anders.
Even tussendoor een zijweg weer, want in 1954 gaf Wim Ibo advies aan Wim Kan. Wim had aan Wim Ibo advies gegeven voor de oorlog. En nu zei Wim tegen Wim Kan, je moet je theaterprogramma op oudejaarsavond op de radio presenteren. Nou, dat deed Wim op 31 december 1954. En dat werd de basis voor de oudejaarsavondconferentie. Nou jongens, vooruit, laten we niet zeuren. Wat gaan we doen? Laten we niet zo lang zeuren. We hebben de knipcursus aanvragen. Van Ida de Eeuw van Drees, vind je dat mooi? Of willen we het buitenlands overzicht doen, vind je dat misschien leuk? Buitenlands overzicht van de heer Van der Mandelen laten knippen, dat is ook altijd mooi. Luistert u wel eens naar die man, vind ik ook mooi. Die krijg je ook weer met de jaarwisseling, krijg je weer van. Eisenhower? Eisenhower daar een tiger? Zal zeer zeker. In verband met de aanstaande jaarwisseling. En mede met het oog op het échec wat Mandas France in de Kamer heeft geleden. Begrepen dat de soevereiniteitsgedachte van Duitsland. Nou, dat doen we dan ook niet. Wat doen we dan, jongens? Wat doen we dan? Wat gaan we dan doen? Weer een boekbespreking aanvragen. Vindt u dat leuk? Boekbespreking van Dr. P.H. Ritter Junior. Hoe oud zou die senior langzamerhand zijn? Moet een stok houden, mogen worden zijn. En toch maar, ik zondagmiddag altijd graag naar die man luisteren. Hoor. Kan lekker vertellen. Kan lekker sappig vertellen van die droge boeken. Ja, dat is er mooi van. In het vijfde hoofdstuk. Voert de auteur ons mee en dan te bedenken dat geen mens het eerste hoofdstuk heeft gelezen. Wat lezen wij doorsnee Hollanders nou? Wat leest nou de familie doorsnee? Wat lezen wij nou? Wij weten van literatuur zo bitter weinig, jongens. Wij weten meer van de bitter dan van de literatuur, laat ik dat vertellen. Ah, we weten dan van niks, jongens. We halen alles door de war ook. We weten van niks. Gaat laatste mevrouw die wou het boek lezen van Fanny Blankenskoen, Opstand der Horden. De mensen weten van niks hoor. Laatste meneer had het over Marijntje Gijs en Jeugdherberg. Een andere meneer had het over de mei van Gortzak. De mensen weten halen alles door de war hoor. Van zo'n Neel en zo, de mensen hebben er geen kaas voor gereden. Het toneel hadden ze ook allemaal door elkaar hoor. Was laatste mevrouw die zei, ja de dood van een handelsreiziger, dat is vervolg op de koopman van Venetië. De mensen weten van niks. Was laatst een andere mevrouw die had het over het Engelse stuk. The lady is not for headburning. De mensen weten weer minder dan je denkt. Ze halen alles door de war, hoor. Maar een andere meneer had het over koning Hakon Stotijn. Nou ja. Het wordt ook moeilijk, jongens. Ik zeg altijd, er gebeurt te veel. In één jaar, alles gebeurt tegelijkertijd. Soms in een week gebeuren de grootste dingen. Dan komt Audrey Hepburn weer aan. Dan Haile Selassie. Hou ze maar eens uit elkaar. Wordt ook moeilijk ook hoor, het wordt moeilijk voor de mensen, wordt het helemaal moeilijk hoor. Met films ook, het allemaal in het buitenland geannonceerd. Zo'n film als Quo Vadis, geen mens weet wat het betekent. Wel nee, dat weet ik niet meer. Quo Vadis, wat is dat Quo Vadis? Ik hoorde laatst nog een hele dialoog van iemand, die zegt, waar ga je naartoe? Hij zegt, ga naar Biscoop. Hij zegt, wat geven ze daar? Hij zegt, Quo Vadis. Hij zegt, wat betekent dat? Waar ga je naartoe? Hij zegt, ga naar Biscoop. Quo Vadis, waar ga je naartoe? Wim Kan in 1954. Hij zou het niet ieder jaar doen, maar wel regelmatig en ook later op televisie. In 1954 schreef Wim Ibo het boek Onder Collega's, Het Wereldvenster. Nou, Annie M. G. Schmid was dus nog niet klaar met de familie Doorsnee, maar op 5 oktober 1957 startte de televisieserie Pension Hommeles. Ook dus van Annie M. G. Schmid met de muziek van Cor de Meyre piano en Jan Blok gitaar. Meer dan 1 miljoen mensen beleefden de avonturen van de pensiongasten mee. Zoveel hadden de mensen dan ook weer de fantasie dat er reserveringen kwamen voor het pension. Toen de pensionhouster Mieke Verstraeten, oftewel Floor Vogelaar, de vloer dweilde in een avondjurk, boden werksters hun diensten aan. En toen Donald Jones, die Dinky speelde, een keer in een versleten trui in beeld kwam, werden hem nieuwe sweaters toegestuurd. Woorden de herkenningsmelodie en een heel mooi liedje. Het is weer hommeles, hommeles. Had het zo mooi kunnen zijn, en zo heerlijk en zo fijn. Maar het is weer hommeles, Het had zo goed kunnen zijn, roze geur en maneschijn. Maar het is weer hommeles,
het is weer hommeles. Ziet er zo lief uit bij je vergisje. Al dat moois is een heel ben vermisje. Hey, 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 kijk nou die rommeles. Het is weer hommeles, 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 hommeles. Nu je eenmaal hier bent, je mag nooit meer weg, weet je. Ja, maar ik moet straks wel weg. Ja, ik laat je niet weg. Ik ga je vast. En waar stop je me dan? Ja. In een doosje. Dit doosje. Ik zou je liefste in een doosje willen doen. Je bewaren. Heel goed bewaren. Dan laat ik jou verzekeren. Voor anderhalf miljoen. Telkens zal ik eventjes het deksel open doen. En dan strijk ik je zo zachtjes langs je haren. Dan lig je in de watten. En niemand kan erbij. Geen dief die je kan stelen. Je bent helemaal van mij. Ik zal je liefste in een doosje willen doen. En dan telkens even kijken, heel voorzichtig even kijken. Telkens even kijken. Maar mag ik er dan wel even uit elke dag? 1 uurtje dat mag, ja 1 uurtje dat mag. En mag ik dan ook naar het Vondelpark even? Alleen om de eendjes wat eten te geven. Maar als ik dan wegloop, ja, dan ben je me kwijt. Nee, ik vind jou altijd. Ja, ik vind jou altijd. Ik zou je het liefste in een doosje willen doen. Je bewaren, heel goed bewaren. Dan laat ik jou verzekeren voor anderhalf miljoen. Telkens zal ik eventjes het deksel open doen. En dan strijk ik je zo zachtjes langs je haren. Dan lig je in de watten en niemand kan erbij. Geen dief die je kan stelen, je bent helemaal van mij. Ik zal je het allerliefste in een doosje willen doen. En dan telkens even kijken, heel voorzichtig even kijken. Telkens even kijken. En soon. Donald Jones als Dinky met Rookie Arends. Die speelde Klaartje Binnendijk. Dat was een leerlinge van de pianolerares mevrouw Haafkens. Die ook in het pension woonde, huisde. Dat was een rol voor Mien Duimer van Twist. Horen we even. En met alle respect voor de Griekse goden, maar ik vind het een indecent beeld. Wel, mevrouw, ik ben erg blij dat u er zelf over begint. Want om u de waarheid te zeggen, ik slaap er niet van. Ik doe geen oog dicht. Ik lig maar te tobben en te pieken over al die jonge meisjes die maar langs dat beeld moeten. Het lijkt mij funest. Ziet u, dat is het nou precies. Funest. En om u de waarheid te zeggen, ik vind het ook helemaal niet prettig als mijn vrouw daar... Nee, ik begrijp het niet. En dan bovendien de naam. De naam van uw pension. Stond altijd bekend als zo keurig. Voor het over is het ook keurig. Dank u, mevrouw. Ja, ik moet zeggen dat ik hier heel graag woon. Ach. Ja, ik heb een huis op de Veluwe, maar daar ben ik altijd zo alleen. En het is hier ook makkelijker met het oog op leerlingen. U hebt toch geen hinder van mijn piano, is het wel? Maar, mevrouw, hoe kunt u denken? Oh nee, ik vind het heerlijk. Ja? Ja. Oh, dat is fijn. Oh ja, ik zeg altijd tegen mijn vrouw, als we dat melodietje weer horen, dan heb je dat schattige wijsje weer. Ja, snoezig dat... Hoe is het ook weer? Ta-da-da. Ja, schattig. Ja. Het is werkelijk schattig. Waarom speelt u zelf geen piano? U bent heel muzikaal. Dat zie ik aan uw hele wezen. Ja, mevrouw, ik heb als kind ook altijd maar 1 liefhebberij gehad. Piano spelen. Ja,
Maar ja, mijn ouders waren er tegen. Ik mocht niet. Oh, wat een schandaal. Nee. Daarnaast ons woonde een vriendje van mij. En dan luisterde ik altijd met mijn oren aan de muur als dat kereltje pianoles had en hij toonladder studeerde urenlang. Oh, en dan schreide ik diep, want ik hunkerde zo. Ik wilde zelf zo graag spelen, maar... Wat een leugenaar, hè? Kees Brus als Gijs van Dam, die zou gaan trouwen met Floor, gespeeld door Mieke Verstraeten. In werkelijkheid waren Mieke en Kees ook getrouwd. In 1958 weer het nieuws van Wim Ibo op de radio, de Vara Radio. Dames en heren. U bevindt zich op het ogenblik in een artiestencafé en het past mij maar u even duidelijk te maken wie ik ben en wat ik hier kom doen. Mijn naam is Carmichelt, ik was vroeger journalist van beroep, maar ik ben nu benoemd door Wim Ibo tot kastelein van dit café. Mijn vrouw zei, nou heb je toch eindelijk je bestemming gevonden. Nou kan ik me voorstellen dat andere mensen weer iets heel anders zeggen, hoor. Bijvoorbeeld, hoe kan dat nou? Je kan toch maar niet zo ineens kastelein worden. Daar moet je toch voor zijn opgeleid. En dat is waar, want journalist, dat is eigenlijk nog het enige beroep dat je zonder diploma mag uitoefenen. Kun je ook aan een hoop kranten merken, vind ik. Ja. Maar ja, kastelein, daar moet je ware kennis voor kennen, denk ik, en... waarschijnlijk een diploma van de horeca voor halen. En anders ben je een beunhaas. Nou ben ik ook wel een beunhaas hoor, maar... er is toch een reden waarom hij mij heeft benoemd. Het is namelijk op grond van mijn verleden. Want kastelein bij de VARA, dat is heel precair. En nou kom ik uit een democratisch-socialistisch gezin. Dus... ik ken van kindsbeen af al onze levensbeschouwelijke extrogen. Waarop in dit programma natuurlijk niet mag worden getrapt. Ik wou dus om te beginnen even vaststellen... dit is wel een café, maar een café zonder vergunning. Simon Carmichelt. Vele gasten traden daarop bij het combo van onder andere Ad Wolters aan de bas. Ze noemden zich de Jukeboxers. Een ruil in 1960. In het nationaal programma Schouder aan Schouder op 5 mei zou Corrie Brokken Milor zingen. Radiomuzieksamenstellers hadden het lied al in de ban gedaan. Een lied over een prostituee. Oh nee. Dus de programmacommissie gaf geen toestemming voor Milor. Hetty Blok zong ook al zo'n gewaagd lied met allerlei wulpse bewegingen. Artiesten stapten uit protest op. Wim Ibo was woordvoerder. Dat is hem hoogst kwalijk genomen. Hij kwam bovenaan op de zwarte lijst te staan in Hilversum. Een grote slag, want Wim had geen andere inkomsten. Hij is toen begonnen met schrijven van de geschiedenis van het cabaret, te beginnen in 1895. In 1960 verscheen de LP Cabaret van Kikkerland, met Wim Zonneveld erop, Connie Stewart, Jules de Korte, Georgette Hagedorn, Sophie Stijn, Cécile Sœur, Lia Dorana, Wim Kan en Ibo zelf, met het kermislied wat u aan het begin hoorde. Marlene Dietrich had veel succes met Zag mi wo die bloemen zient op het Krangela du Disc van 1963, waarbij Godfried Bomans vertelde over het mannetje dat verzuchtte, had mijn vrouw maar één zo'n been. Oorspronkelijk was Zag mi wo die bloemen zient een vertaling van Where have all the flowers gone van Piet Seeger uit 1956. Naar aanleiding van Dietrichs succes schreven Wim Ibo en Annie M.G. Schmid een Nederlandse tekst voor Connie van den Bos. Waar zijn alle bloemen toch? Waar zijn al de bloemen toch? Van lang geleden. Waar zijn al de bloemen toch? Waar zijn ze nu? Waar zijn al de bloemen toch? Meisjes plukten ze en nog. Wie van ons?
weet dat nog? Wie van ons weet dat nog? Waar zijn al de meisjes toch van lang geleden? Waar zijn al de meisjes toch? Waar zijn ze nu? Waar zijn al de meisjes toch? Mannen kusten ze en nog. Wie van ons weet dat nog? Wie van ons weet dat nog? Waar zijn al de mannen toch? Van lang geleden, waar zijn al de mannen toch? Waar zijn ze nu? Waar zijn al de mannen toch? Samen naar het front en nog. Wie van ons weet dat nog? Wie van ons weet dat nog? Waar zijn de soldaten toch van lang geleden? Waar zijn de soldaten toch? Waar zijn ze nu? Waar zijn de soldaten toch? Jaren in een graf en nog. Wie van ons weet dat nog? Wie van ons weet dat nog? Waar zijn al de graven toch van lang geleden? Waar zijn al de graven toch? Waar zijn ze nu? Waar zijn al de graven toch? Nu begroeid met bloemen nog. Wie van ons weet dat nog? Wie van ons weet dat nog? Waar zijn al de bloemen toch van lang geleden? Waar zijn al de meisjes toch? Waar zijn ze nu? Waar zijn al de mannen toch? Alles lang vergaan en nog. Wie van ons weet dat nog? Wie van ons weet dat nog? Connie van den Bas in 1963, tekst van Annie M. G. Schmid en Wim Ibo. Na de ruil rond het Nationaal Programma in 1960 kwam het toch wel weer goed hoor met Wim Ibo en zijn verhouding tot radio en televisie. Vanaf 14 februari 1964 presenteerde hij voor de VPRO-televisie de serie Cabaret Chroniek. Op zoek naar medewerkende artiesten in de radiogids zag ik dat Wim al in 1963 een serie had bij de VPRO-televisie onder de titel Mens durft te leven. Daarbij geen opgave van artiesten, bij Cabaret Chroniek ook niet. Maar door andere publicaties kwam ik erachter dat Vindele Mar daar te gast was. Ook, is ook een foto van te zien. En ook Animals de Leeuwen, die daar haar zo populaire conferentie Juffrouw Truus van de Toiletten ten beste gaf. Wellicht waren de volgende artiesten ook bij Wim geweest. Artiesten die te horen waren op de LP Waar blijft de tijd? Een kleinkunstparade van 1918 tot 1940 met onder andere Hentje Davids, Dora Paulsen, Paul Collin, Ome Keesje, dat was Willem van Capelle, en Sylvain Poons, want die leefde toen nog. In 1966 de LP De Tijd van Toen, ook weer geproduceerd door Wim Ibo, met onder andere Wim Kan, Willy Walden en Piet Muizelaar, Louis Davids, Lou Bendy, Connie Stewart en zelfs de Kielema Hawaiians. In 1968 presenteerde Wim een andere serie voor de VPRO, Cabrataria heette dat. In het jaar 1968 ontving Ibo een Edison voor zijn LP-productie Goeie Oude Radio. En wat uitgebreider en gedetailleerder overzicht van een eerste LP. Hierbij onder andere de Bontenis Gaventrein van de AVRO. Hallo, hier Hilversum, hier is de Vara. De aankomst van de Pelikaan, Potus en Perlemoor, Fiende Lamar ook weer, Bob Scholten, Wim zelf met het kermislied. En zelfs Rock Around the Clock van Bill Haley en de Comets in 1954.
Ik laat wat horen, een kort stukje van Erik de Vries op 26 juli 1939, televisiepionier. Die zou Wim zijn productie Pension Homeless gaan regisseren in 1957. Juist doordat die kleine experimentele studio misschien toch wel eens het eerste begin zou kunnen zijn van een nieuwe droomfabriek, komt zij mij soms nu reeds heel groot voor. Heel kort was dat Erik de Vries. In 1968 ontving Wim Ibo ook de Gouden Harp van de Stichting Konamis voor zijn verdiensten voor de Nederlandse lichte muziek en cabaret. In 1975 gaf Wim de harp terug omdat hij het er totaal niet mee eens was dat de zangeres zonder naam toen een Gouden Harp voor haar verdiensten kreeg. In 1968 kwam er weer een verzamel-LP uit met nummers die werden samengesteld door Wim Ibo. Namen die je nooit vergeet, onder andere Jaap van der Merwe, Mimi Kok, Paul van Vliet, Lieselore Gerritsen, Frans Halsema, Paul Deen en anderen. Deze LP verscheen naar aanleiding van het Vierluik over cabaret wat Ibo in 1967-68 had gepresenteerd voor de KRO-televisie. In 1970 verscheen Ibo's standaardwerk over 75 jaar Nederlands cabaret onder de titel En nu de moraal. Favoriet van Wim was altijd Mens durft te leven. Het beroemdste nummer uit het repertoire van Pies Swiss was het lied Mens durft te leven. Tekst en muziek, Dirk Witte, opgedragen aan Pies Swiss. Dat lied heeft de tand des tijds doorstaan. Ik zelf noem het zelfs het lijflied van het Nederlandse cabaret. Het is door talloze andere mensen ook gezongen. En ik heb een soort combinatie gemaakt van drie uitvoeringen. Eén van Herman Tholen, één van Willy Alberti en één van Ramses Shaffy. Herman Tholen. Je leeft maar heel kort, maar een enkele keer. En als je straks anders wil, kun je niet meer. Mens durft te leven. Vraag niet elke dag van je korte bestaan. Hoe heeft er mijn pa en mijn opa gedaan? Hoe doet er mijn neef en hoe doet er mijn vriend? En wie weet hoe of dat nou de wereld weer vindt? En wat heeft het fatsoen voor geschreven? Mens durft te leven. Willy Alberti. De mensen bepalen de kleur van je das, de vorm van je hoed en de snit van je jas en van je leven. Ze wijzen de paadjes waar langs je mag gaan en roepen of foei als je even blijft staan. Ze kiezen je toekomst en kiezen je werk. Ze zoeken een kroeg voor je uit en een kerk. En wat je aan de armen mag geven, mens is dat leven. Ramses Shaffy. Het leven is heerlijk, het leven is mooi. Maar vlieg uit in de lucht en kruip niet in een kooi. Mens durft te leven. Je kop in de hoogte, je neus in de wind. En lap aan je laars, hoe een ander het vindt. Hou een hart vol van warmte en van liefde je borst. Maar wees op je vierkante meter een vorst. Wat je zoekt kan geen ander je geven. Mens durft te leven, een prachtig lied van Dirk Witte uit 1917. Herman Tholen in 1935, Willy Alberti in 1962, Ramses Shaffy in 1967. In 1970 was er ook een LP naar aanleiding van het televisieprogramma Cabaretaria, met onder andere Jasperine de Jong, Adelle Bloemendaal, Henk Elsink, Carrie Tefsen, Paul van Vliet en Elsje de Wijn. In 1980 verscheen het autobiografische boek Brieven aan jou. In 1981 een bewerking van En nu de moraal, de geschiedenis van het Nederlands cabaret, van 1895 tot 1936. Er kwam ook een tweede deel in 1982, En nu de moraal, van 1936 tot 1981. In 1984 verscheen het boek Herinneringen aan Wim Kan, gemaakt door Wim Ibo. Wim was vele jaren docent aan de Academie voor Kleinkunst in Amsterdam. In maart 1989 deed hij mee aan een tweeluik van het NCV-programma Coup Soleil over Wim Zonneveld, 15 jaar na zijn dood, met interviews van de toen nog jonge Koen Verbraak.
Dat gedeelte is ook te horen in de serie die ik maakte voor YouTube, voor muziekschatten.nl over Wim Sonneveld. Nou, in de eerste plaats heeft hij dus het initiatief genomen om een vast cabaretgezelschap in het leven te roepen. Dat was in 1943. Dat heeft hij zo'n 16 jaar volgehouden, het ene programma na het andere, met steeds wisselende medewerkenden, waarbij hij ook een talentenontdekker bleek te zijn. Dat is een van de belangrijkste dingen ook wel in zijn carrière. Die feeling voor het talent van jonge mensen die hij om zich heen verzamelde, en ook oudere mensen uit het vak, en die wist hij dan te benutten in bepaalde sterke kanten die ze hadden. Hij was daar een meester in. En bovendien ook een ontdekker van een nieuw schrijftalent. Hè? Denk maar even aan Annie Schmid, aan Guus Vleugel, Michel van der Plas. Hij is begonnen met de teksten van Hella Haase. Ja, hij had ook daar een heel goede neus voor. Wim Ibo over Wim Sonneveld, die op 8 maart 1974 overleed. Wim Ibo bleef tot op hoge leeftijd geïnteresseerd in theater en ook het cabaret had wel veel kritiek op de jonge generatie. In zijn huis aan de Nieuwe Herengracht in Amsterdam ontving hij tientallen artiesten die allemaal hun handtekening op de muur in zijn hal zetten. Wim overleed op 18 mei 2000 op 82-jarige leeftijd. Dit was een portret gewijd aan hem vanwege zijn 100ste geboortedag. Samenstelling en presentatie Co. Snel. Illustraties en realisatie Erik van Balkum. De laatste is een opname weer uit de oorlog, 8 januari 1943, uit het programma Wij presenteren u een cabaret-revue. Dat is het laatste. Wim Ibo, begeleid door een orkest onder leiding van Gerrit van Krevelen. Aan het orgel zit Johan Jong, er is ook nog een gemengd koor. De tekst is van Anton Beuving, de muziek van Jan Vogel. Ik dank u weer voor de aandacht. En dat is het laatste wat wij ervan horen. Een draaiorgel deint het refreintje nog voor. En het gaat in de wedloop van het leven verloren. Vergeten door allen die het hebben gehoord. We hebben een lied, een programma geschreven. En we wachten een beetje beangst op kritiek. Van hen die we haten in slaaploze nachten, maar die we nooit kunnen missen, dat is ons publiek. Van overal, van iedereen, zijn steeds kritieken om ons heen. Het welgemeende kritiekwoord, daar houden wij ons werk op voor. En zijn ze vaak niet op de kies. Wij hebben ze hard even lief, om die kritieken hebben toch. Je krijgt de mensen helpen. Er ging vanavond een revue. De luistergids vertelde het u. En wie zijn toestel aan liet staan en niet de deur uit was gegaan, hij voelt zich nu misschien tevreden. En neuriet een refreintje mee, want hij weet nu hoe zo'n programma in kannen en in kruiken kwam. Van een radioprogramma, naverteld door Anton Beuving en Wim Ibo. Jan Vogel schreef de muziek en arrangeerde. En de medewerkenden waren Emmy Arboes, Hetty Blok, Jannie van Ogen, Thea Tulleken, Wim Ibo, Henk Fortuyn, Ben Steggerda, Louis Holst, Guus Verstraeten, Johan Jong aan het orgel, gemengd koor en het ensemble van Gerard van Krevelen.